vervangen. En ik wil dit motortje weer aan de gang krijgen. Hij heeft wel gelopen nu. Dus de dieselpomp werkt. En ja, ik heb nu even tijd. Dus ik ga het gewoon nu wat dingetjes doen. Om hem weer een beetje netjes te maken. En het eerste wat ik al zag was olielekkage van de klepperdeksel. Ja, ja, dat zal wel. Dus dat moeten we dan even oplossen. Dit Volkswagen 1600 cc dieselblokje is toch wel erg betrouwbaar gebleken. En als ik eraan sleutel, zie ik ook een hoop dingen dat ik denk, het was nog echt ouderwets, lomp. Ik kan beter die ook even weghalen, zie ik nou. Beetje lastig, die klemmetjes. De onderste krijg je namelijk niet 1, 2, 3 los. Ik weet niet hoe ik dat vroeger deed, maar... Oh, nou word ik een stuk minder vrolijk. Want ik ben een klem kwijt, zie ik. Dat vind ik kut. En waar is die klem nog gebleven? Leuk. Plastic. Nou. Ik vind wel weer ergens een klem. Ja, het is niet nieuw meer, hè. Zo, nou. Zo, kijkt u eens mee. Een prachtige kleppendeksel. Gewoon luchtaflaat, olieseparator, zo simpel als wat. God, wat een knock-out zeg, jeetje. Dat is nog een echte knock-out, eentje die doet. En er zit een kurkenpakking tussen. Dat was toen heel normaal. Nou snap ik ook al waarom die lekt. Die pakking is wat lastig. Kurkenpakking. En we hebben een nieuwe liggen. En er moet ook nog een afdichtrubber zitten. En een rubberingetje. Sorry dat ik zo uit beeld loop. Ik ben even overenthousiast. Dertig jaar geleden deed ik dit ook. En toch vergeet je bepaalde dingen. Hé, hey, Riemer. Hij is ook bezig met zijn oude Peugeot. Het is hier een beetje in de straat allemaal oude auto's aan het worden. Ja. Nou, even kijken wat hebben we gekocht. Een pakkingssetje. Is nog steeds leverbaar. Eigenlijk verbaasd dat het niet vernieuwd is naar een rubberen samenstelling. Nou, dit rubber is wat harder geworden, zie ik. De plek terug.
gaat dus niet fantastisch. Dat kost enige moeite. Het zal wel zijn omdat het goedkoop pakking is. En dan deze ook weer terugzetten. Jeetje. Weten we zeker dat dat moet werken? Nou ja, daar komt ie. Het kost wat moeite. Het is wel harder allemaal. Zo. Voor, achter, achter, voor, weet ik veel. Het zit er wel in. Je moet hem juist plaatsen. Ouderwets kleppendekseltje. Hier ben ik nu zo te spreken over. Vraag me af of dat wel klopt zo. Ik denk het niet. Ik word nou naar buiten gedrongen en dat wil ik niet. Dus dan doen we het even op de andere manier. Toch maar een duurdere pakking genomen. Toch nog even daar doen. Ja, soms moet je een beetje kutten en kloten om te kijken hoe het nou precies moet zitten. Nou. Ja, drukken. Zit er verschil in? Nee. Dan draai ik hem even om. Zet ik hem er opnieuw weer in. Ik vind hem niet zo lekker zitten. Hij is wel hard. Zo. Nou. Ik vind hem niet goed zitten. Luisteren naar de baas. Zo. Aan die kant ook hetzelfde verhaal. Zo. Goed aandrukken. Goed. De pakking zit ertussen. Klep het dekseltje er weer op. Kijken of dat een beetje mee wil werken. Dat gaat beter dan verwacht. Die plaat zit er niet voor niks op. Zo'n klepperdeksel is een beetje te slap. Dat is gewoon gevormd ijzer. Plat gedrukt of gevormd tijdens het opdrukken op een mal. En als je dan dat zou vergeten, dan trek je die kleppendeksel eigenlijk belachelijk krom. Dus vandaar dat deze plaatjes gebruikt zijn. Meneer Volkswagen. Dat toen de tijd zo bedacht. Nog niet meewerken, zie ik al. Ik heb een hoop nieuwe dingetjes besteld voor dit monster. Dus ik wil hem wel weer opgeknapt hebben. Zelfs nieuwe koplampjes heb ik bijbesteld.
En dan missen we één dopmoer. Ja, die was ik toen ook al kwijt. Die was op de grond gevallen, denk ik. Nee, ook niet op de grond. Nou, pakken we er een ander moertje bij. Alleen een beetje jammer. Eigenlijk mooi gevonden. Nou, voor nu pak ik even een moer. Even gelijkmatig aandraaien met de hand. Niet in één keer de hele boel vastdraaien. Dat is wel lekker. Misschien te veel erbij. Zo. Dat gaat zich al zetten, ik voel het. We hebben de dieselpompen hebben we dus al gedaan. Doet het ook gewoon. En de voorwielagers gaan we ook nog doen. Motorolie ook. Zo. Nou. Kleppendeksel rubber vervangen. Nou, dat was hem weer. Bedankt voor het kijken en volg me op de andere filmpjes. Hoi hoi.